Goedemiddag ondertussen. Mij is mij gevraagd, men heeft mij gevraagd om een award uit te rekenen voor in de eventsector. Eventsector ligt me ook na het hart als DJ zelf. En het is zeer belangrijk dat evenementen die georganiseerd worden, dat die ook een deel de diversiteit en bepaalde zaken van de ja, eigenlijk de normale gemeenschap beogen. En daarvoor mag ik nu een award uitreiken voor een, ja, hoe moet ik dat zeggen, evenementen duo. En dat is Gu en Lu, dus ik mag die al even naar voren. Woehoe! 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 Ik heb ook al meermaals op jullie feestjes aanwezig geweest. Ik mag wat Wim zegt eigenlijk beamen. Dus proficiat met deze award. Dankjewel. Heeft de speech voorbereid. Oké, allereerst iedereen bedankt, vooral Wim en Tissot voor de fantastische award. We hadden dat eigenlijk totaal niet verwacht. Dance Classics is een van onze concepten die eigenlijk 5 jaar geleden gestart is. Een beetje als een grap eigenlijk, die uitgegroeid is naar een feest met heel veel diversiteit inderdaad. Met heel veel, toch wel vintage, let's better more glitter. En ja, dat is een succes geworden. Ik kan er niet veel meer over zeggen eigenlijk. In ieder geval bedankt, enorm bedankt. Ik ga even nog de micro geven. Dankjewel Tissot, maar ook dankjewel eigenlijk. Iedereen die al eens mee naar onze feesten komt en vooral de boodschap iedereen mee, want dat is ook de slogan die de Stad Sint-Niklaas al een aantal jaren meedraagt. En dat zit ook eigenlijk in ons achterhoofd bij het organiseren van feesten. Iedereen mee betrekken en niet alleen LGBTQ+, maar onder andere, maar het echt volledig opentrekken, ruimtrekken. Iedereen mee vinden we super belangrijk dat we dat doen. Het valt ons ook op dat steeds meer de mensen die komen steeds diverser worden. En van jongere mensen, oudere mensen, mama's met dochters, papa's met zonen. En dat vinden wij gewoon fantastisch dat alles mooi lekker door elkaar loopt. En dat uiteraard ook past door wie dat wij zijn en wat wij uiteraard en uitstralen. Dat is een evidentie en dat is dan aardig meegenomen. Wij hopen daardoor op een kleine manier toch ons steentje bij te dragen in een vorm van positiviteit. Kleurrijkheid en gewoon verdraagzaamheid naar elkaar toe. Dus wij appreciëren deze prijs dan ook enorm. Dank u wel, Wim Tissot en iedereen die hierbij betrokken is. Dank u wel.